We hebben hier ossenstaart. De meeste mensen maken er een soep van, maar wij gaan er een ragout van klaarmaken. We starten met het bruinen van de boter. Die gaat in de kom. We laten die zo wat hazelnootbruin worden. Als de boter bruin is, dan gaan we de ossenstaartstukjes mooi aankleuren. Langs alle kanten gaan we dat doen. Kruiden met peper en ook een beetje zout. En nu mooi omkeren om ook de andere kant bruin te pakken. En ook deze kant gaan we kruiden met peper en zout. Eens dat het vlees mooi bruin is van kleur, gaan we alle groentjes toevoegen. Dus we voegen er grof gesneden ui aan toe. En dan ook worteltjes, want dat geeft een hele goede smaak. En we laten dit aanstoven tot onze ui mooi glazig is. En dan voeg ik nu de tomatenpuree toe. De tomatenpuree heeft ook een soort bindingseffect naast onze bloem, die we ook gaan uitstrooien over de stoofpot. Dat alles gaan we heel goed mengen met elkaar. Dit geheel gaan we afblussen met Lacroix rundsvol. Ik ga er nog een tweede potje aan toevoegen, want mijn ossenstaart moet volledig onderstaan. En ik giet er nog wat rundsvol bij. Want dat is nu eigenlijk het geheim van mijn recept. Waarom gebruik ik rundsvol? Of wat is eigenlijk een fond? Dat is eigenlijk een extract van groenten, beenderen, vlees, die samen eigenlijk allemaal haren in een oven. Maar het nadeel is dat dat zoveel tijd in beslag neemt, dat dat eigenlijk niet echt voor ons mogelijk is. Vandaar dat ik dan kies voor een Lacroix rundsvol. Dat is kant en klaar en even lekker van smaak. Voor de kleur en de smaak ga ik nu ook nog een beetje rode wijn toevoegen. En alle hoeveelheden kan u terugvinden op het recept hieronder. Nu nog wat aromaten toevoegen. Laurier en kruidnagel. Dus de laurier. Dan gaan we het blad kraken. Om alle aroma af te geven. En dan nog wat kruidnagel. We laten het geheel goed doorkoken. Eens het kookt, deksel erop. In de oven. Zeker 2 uur. Op 150, 160 graden. Het ruikt geweldig lekker. En je ziet ook, het vlees is echt heel zacht en komt zo van de beentjes af. De stukjes vlees, die leggen we op de snijplank. Zie ik, het valt zo al van de beentjes. Je ziet ook dat de saus zeer, zeer mooi ingekookt is. En dan ga ik nu de saus zeven en het gezeefde vocht laten we nogmaals inkoken. En dan heb ik nu de tijd om het vlees los te halen van de beentjes. Als het vlees fijn gesneden is, dan gaan we toevoegen aan de saus. En je ziet, mijn saus is hier mooi ingedikt, mooi ingekookt. En daaraan gaan we nu het vlees toevoegen en zo mooi warm houden voor straks. Voilà. Ondertussen ga ik de kwarteleitjes pocheren. Daarvoor heb ik water opgezet waar ik azijn aan toevoeg. Speciaal om het stollen van het ei te bevorderen. En om kwarteleitjes open te maken, dan snij ik de bovenkant af met een aardappelmesje. Dat is een heel fragiel schaaltje. Dus zorg dat je ook niet door de dooier zit. En dan zo het eitje eruit laten glijden. We gaan het water zo in een beweging maken, want dat zal het stollen van het eitje ook mooier maken. En dan gaan we even onder en dan laten we het eitje erin glijden. Eventjes laten pocheren. Een minuutje is zeker al voldoende. En dan gaan we dat nog een heel klein beetje bijsnijden, zodanig dat de vorm tot het mooi rond is. Voilà. Onze ragout die is mooi warm gebleven. We gaan dat heel eenvoudig dresseren. Gewoon een laagje
van de ragout. Daarop gaan we dus een gepocheerd eitje leggen. En dan werken we af met een ware delicatesse, een beetje truffel. Het enige wat er mij nu nog rest te doen, is het doorsnijden van het gepocheerd eitje, zodanig dat de dooier kan uitlopen. En zo is de ossenstaart eens op een heel andere manier klaargemaakt. Smakelijk!